als ondernemer kent voor- en nadelen. De nadelen om vanuit thuis te starten kunnen zijn dat het werk zo leuk is dat werk en privé een dunne scheidslijn wordt. Waardoor je heel snel aan het werk gaat en het moeilijk vindt om te stoppen. Een ander nadeel kan zijn dat je financiële druk ervaart als je te weinig opdrachten hebt. Maar juist de voordelen zijn dat jij een inkomen kunt creëren die 2 of 3 keer of nog veel hoger ligt dan dat je nu in loondienst gewend bent. Dat je zelf bepaalt met wie je gaat werken, wanneer je gaat werken, welke expertises je aan gaat bieden, dus welke werkzaamheden je superleuk vindt. Je gaat jezelf zakelijk ontwikkelen, maar ook heel sterk persoonlijk. Dus je gaat als mens, als vrouw, als moeder enorm groeien. En dat maakt het zo gaaf, want je gaat eigenlijk een leven creëren die je van tevoren niet had bedacht dat je die kon creëren. Dus weeg goed de voor- en nadelen voor jezelf af. Als je het nooit probeert, dan zul je het nooit weten wat de echte impact gaat zijn op jouw leven. Als ik nooit was gestart als ondernemer, was mijn leven nooit niet zo mooi gekleurd geweest als dat het nu is. Dus ga ervoor, pak die kans, je hebt niks te verliezen, alleen maar te winnen.